Was zo verschrikkelijk koud ineens okay. dat we echt alles aan moesten trekken, muts op, handschoenen, capuchon op, vest aan. Nou, je kon zo gek niet verzinnen onze onze uh, regenbroek hebben we ook nog aangetrokken omdat het te koud was. Mm -hmm. Dus dat dat kan zomaar in een kwartiertje gebeuren. Ja. Welkom weer, de laatste aflevering deze week van Ron Reizen TV. Met mijn gast Noes Lautier, wandelsjournaliste. En uh, vandaag gaan we naar het Drielandenpunt: Zwitserland, Italië, Frankrijk. Toch? Ja, klopt. Helemaal Want rond. daar heb jij gelopen, de Tour du Mont Blanc. Tour du Mont Blanc. En die heb je ja. natuurlijk ook beschreven. Hier is heb het ik beschreven. Ja. Kijk maar, en daar staat hij echt letterlijk helemaal in beschreven: hè? alles ja. wat je. Uh, tegenkomt, uh, hoe je moet lopen. Ja, en zo, wat en moeilijke, waar de moeilijkheid uit bestaat. Want dat is heel belangrijk. Heel veel bergwandelgidsjes schrijven alleen maar dit is een pittig traject of dit is moeilijk. Maar ja, als je niet weet waar die moeilijkheden dan uit bestaan, mm -hmm. kun je niet beslissen of je denkt dat je er tegen opgewassen bent. Mm -hmm. Dus ik heb heel veel energie gestoken in het exact beschrijven waar een moeilijkheid uit bestaat. En waar ligt hem de moeilijkheid bij deze top? Uh, bij die uh, ladders. Oh, hier. Ja, want dit zijn een paar honderd meter ga je heel stijl omhoog uh, via ladders, kabels enzovoort. Die moet en... je echt letterlijk vasthouden ja, aan kabels vasthouden. langs de berg, bergwand. Ja, zeg maar. en, en ook heel veel stijl omhoog. Sommige stukken zijn echt letterlijk loodrecht. Hmm. Je hebt een hele lange zone en dan kom je in een heel mooi terrein met allemaal alpenroosjes en denk je oh he, he, pff, hmm. het is voorbij, maar daarna komt nog een stukje. Okay. En dat is ook weer heel stijl. Dat is minder lang. Ja, dat, maar, dat is de moeilijkste etappe. Dan, dan kom je wel op dit soort punten terecht. Dus. Je dit soort <laughs> Als punten je het aandurft, ja. dan. Ja, als je het aandurft. Maar uh, ik kan iedereen geruststellen: als je die ladders niet ziet zitten, dan is er een alternatief. Okay. En daar zitten drie traptreden in. Maar die zijn wel zo makkelijk, die zijn nog makkelijker dan je eigen trap thuis. Dus er is een heel goed alternatief. Oh, Oké, okay. dus je, dit ja. is eigenlijk dan uh, prima te doen voor velen. Ja, dit is, uh, moeilijkheidsgraad is T3. En dat zegt u natuurlijk helemaal niets. Nee. Maar dat wil zeggen: iedereen die uh, een aantal bergwandelingen gemaakt heeft, ja. van. Gemiddeld van normale moeilijkheidsgraad kunnen de Tour de Mont Blanc lopen. Okay. Ja, okay. dus dat, je moet een beetje, je, uiteraard getraind zijn, zoals altijd, maar de moeilijkheidsgraad. Blijft beperkt. Oké, okay. en, en, en dit gebied uh, specifiek is grillig. Is wat, wat heeft het? Wat, 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 het is wat, heel grillig, want je loopt rondom de hoogste berg van de Alpen, de Mont Blanc. Die is yeah. 48,08 meter hoog. Yeah. En uh, eigenlijk voel je je als je op de top zou staan. Als op een vijfduizender. Doordat hij heel geïsoleerd is, hij ligt niet geïsoleerd, maar hij is de allerhoogste. En daardoor zijn de omstandigheden daar anders dan bij andere bergen. Het grote gevaar is hele snelle weers weersveranderingen. Oh ja. Of dat de weersvoorspelling totaal niet klopt met hoe het weer zich daadwerkelijk ontwikkelt. Ja, want dat, dat kan heel snel gaan. Dat kan ontzettend snel gaan. Ja. Ja. Want jij, hebt, jij vertelde dat je, je hebt hem al zeven keer gedaan hebt inmiddels. Ja. Hè? Want je moet hem echt van voor tot achter beschrijven, zeg maar. Je ja. moet hem ook. Uh, maar dat heb je dan ook meegemaakt. Dat het echt uh, in no time omsloeg ja. en, en veranderde. En... Ja, want daar zie je iemand in t-shirt lopen. Ja. Nou, uh, op die pas en daarachter mm -hmm. liepen wij met al onze kleren aan. Mm -mm. Wel met die blauwe lucht. Maar het was zo verschrikkelijk koud ineens. Okay. dat we echt alles aan moesten trekken: muts op, handschoenen, capuchon op, vest aan. Nou, je kon zo gek niet verzinnen. Onze, onze regenbroek hebben we ook nog aangetrokken omdat het te koud was. Mm -hmm. Dus dat, dat kan zomaar in een kwartiertje gebeuren. Ja, precies. En dan overnacht je zo? Nee. Oh. nee, dit <laughs> hebben wij gedaan om foto's te kunnen maken. Kijk, als je in een hut overnacht, yeah. dan is het moeilijk. Je kunt moeilijk om de havenklop opstaan, iedereen wakker maken en dan naar buiten kijken: van hé, hey, zijn de omstandigheden al mooi, want we hebben ook nachtopnamen gemaakt. Mm -hmm. Dus we hadden besloten dat wij gingen bivakeren. En dat kan je altijd doen, maar is een beetje tricky met het weer. Alleen nu was het zulk mooi weer de hele tijd mm -hmm. dat wij het aandurfden. En uh, het was zelfs zo warm dat we de bivakzak niet gebruikt hebben... dat we gewoon in de slaapzak konden. Ja, nou ja, ik heb jou uh, deze week gehoord over de berghutten. Dus ik kan me ook voorstellen dat je misschien <laughs> soms even <laughs> lekker buiten gaat liggen. En, uh, veel top, beter. Ja, <laughs> ja met, de, met de tent of met de bivakzak veel comfortabeler. Ja. Hoe, hoe lang is deze tocht? Deze is tussen de 9 en de 11 dagen. En dan ligt het een beetje aan hoe je hem... in Deelt. Sommige mensen willen maar drie, vier uur per dag lopen. Mm -hmm. En anderen gaan ervoor en die willen zes, zeven uur per dag lopen. Ja. Dus dat ligt aan, je, aan jouw indeling. Op deze tocht zijn heel veel verschillende overnachtingsmogelijkheden. Okay. Dus je hebt ook de mogelijkheid om hem anders in te delen dan de standaardindeling. Ja, ja. dus het, eigenlijk is het een, een, een mooie, veelzijdige. Uh, Hij is de... heel erg veelzijdig, ja. ja. Uh, vooral de afwisseling tussen makkelijke paden en moeilijke paden. De originele Tour du Mont Blanc is in de jaren 1950 ontwikkeld. En uh, omdat na die tijd heel veel stukken zijn geasfalteerd en breder gemaakt... zijn er veel varianten ontwikkeld. En die varianten zijn bijna altijd moeilijker. Dus als je voor de uitdaging gaat, ga je voor de varianten. Mm -hmm. ja, snap Dat ik maakt ja. het extra leuk. En, en dit is ook een variant, Refuse d'Ecran. Ja. En die kun je dus allemaal vinden? In, In dit het boekje. boekje, toch? Absoluut. Dus ik vond het ontzettend leuk dat je mijn gast wilde zijn deze week. Ik heb uh, heel veel geleerd van je. Dat is heel leuk. En uh, ik vind het uh, prachtig wat je allemaal doet. Je hebt ontzettend mooie reizen gemaakt. En ik wens je er nog heel veel toe ook. Dankjewel. Dankjewel. Dat was het voor deze week. Volgende week zijn we er, uiteraard, weer met weer een nieuwe gast. U toch ook.